Het staatslogeergebouw van Coroni zal weer onder het beheer van het ministerie van regionale ontwikkeling worden gebracht. Het gebouw is door de vorige regering beschikbaar gesteld aan het ministerie van Defensie en momenteel logeren er militairen in. De districtscommissaris van Coroni, Michael Winter, wil de militairen echter weg hebben en het gebouw renoveren. De burgervader ziet mogelijkheden om meer inkomsten te genereren via het staatslogeergebouw. We voeren al gesprekken in die richting, samen met bureau eenheid, met de heer Dijkstil. En dan willen we het weer in de boezem van Ero brengen, zodat het gerenoveerd kan worden. Het is een verschrikkelijk mooi gebouw. Die, als ik het nu goed heb, wonen er zeg maar 5 tot 7 militairen erin. En zoals ik weet, logeren militairen niet, ze kamperen. Dus we willen onze gebouw terug. Het gebouw bevindt zich al jaren in deplorabele staat. Het onderhoud zal flink wat kosten met zich meebrengen, zegt de DC. Wanneer het weer in de boezem van RO komt, zullen we met onze technische dienst een rapportage ervan maken. Eigenlijk een begroting ervan maken om te kijken in, hoeveel het gaat kosten om het weer in de oude staat te brengen. Dat was DC Michael Winter van Coroni. Hij wil het staatslogeergebouw van het district renoveren, zodat er weer toeristen kunnen logeren.